De procureur-generaal Roy Bachinat Pandey heeft een uitreisverbod uitgevaardigd tegen ex-minister Gilmour Hoefdraad van Financiën. De commandant van de militaire politie, die ook belast is met immigratie, heeft daartoe een brief ontvangen van de procureur-generaal, meldt Starnieuws. Bachinat Pandey heeft daarin aangegeven dat er een hernieuwde vordering is gedaan bij de Nationale Assemblée om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. In het strafrechtelijk onderzoek tegen Robert van Trikt wordt Hoefdraad als medeverdachte aangemerkt. De PG laat de commandant van de militaire politie weten dat de assembleevoorzitter Marinus B. hem bericht heeft dat de hernieuwde vordering in behandeling wordt genomen. Hoefdraad is door B. in kennis gesteld van de hernieuwde vordering van de PG.